Nadat Primrose werd geadopteerd uit een wreed Chinees weeshuis, nadat ze was achtergelaten door haar ouders, komt er een vreselijke waarheid aan het licht over haar vreemde blauwe ogen. En plotseling moest er een beslissing worden genomen die haar leven kan redden. Maar het zal je hart breken. In China geven veel mensen de voorkeur aan babyjongens boven babymeisjes. En deze voorkeur is hartverscheurend duidelijk in de welzijnscentra in het hele land. Toen Primrose Austin werd geboren, werd ze achtergelaten op de stoep van een van deze instellingen. Maar ze leek in niets op de andere babymeisjes. Sterker nog, ze had de meest ongewone blauwe ogen. Ze waren buitengewoon groot, met poederblauwe irissen en bijna geen pupillen. En ze was bijna blind. Ze was mooi, maar het simpele feit dat ze anders was, betekende dat ze waarschijnlijk voor haar vijfde zou sterven in de instelling. Primrose werd in wieg nummer 3 geplaatst in een kamer met verroeste bedjes langs de muren. Er waren bijna 50 baby's alleen al in deze ene kamer en ze waren griezelig stil. Geen van hen huilde, geen van hen had interactie met de wereld. Ze hadden nooit menselijke warmte of liefdevolle aanraking ervaren en verwachtten niets van de wereld. In hun eerste levensweken hadden deze baby's geleerd dat huilen geen zin had, omdat niemand voor hen zou komen. De toekomst van Primrose was op zijn zachtst gezegd somber. Ze kreeg geen enkele medische zorg die een baby nodig heeft. Haar voeding was ontoereikend en het contact met mensen was vrijwel onbestaand. Haar luier bleef urenlang onverschoond en ze werd niet meer dan eens per dag gevoed. Al op enkele weken oude leeftijd was Primrose ernstig ondervoed. Ze zou niet lang overleven. Ze was voorbestemd om een of andere zuigelingensterfte te worden. Een babymeisje aan haar lot overgelaten in een land dat haar niet wilde. Niet vanwege wie ze was, maar omdat ze een meisje was en vanwege haar betoverende en ongewone blauwe ogen. Tenzij natuurlijk iemand besloot dat ze het waard was om gered te worden. Aan de andere kant van de wereld waren Aaron en Chris Austin al een tijdje getrouwd. Ze waren paars als Fred Astaire en Ginger Rogers. Vrienden die hen observeerden noemden hun relatie een unieke dans. Als ze samen waren, hoorden ze muziek waar anderen zich niet van bewust waren. Op een eerste dag hadden ze meteen een klik toen Chris het onderwerp kinderen aanraakte. Ik wil geen eigen kinderen, zei hij. Ik wil kinderen, maar ik wil adopteren. Te veel kinderen groeien op zonder de juiste liefde. Ik wil hun de mijne geven. Je had me bij adoptie, zei Aaron. En vanuit daaruit bloeide het gesprek op. Voor ze het wisten spraken ze over hun dromen en deelden intieme details over hun leven. Tegen 2 uur 's ochtends vroeg de manager hun om te vertrekken. Ze gingen terug naar Chris' huis en het gesprek ging door tot de zon opkwam. Na 9 maanden onafscheidelijk te zijn geweest, trouwden Aaron en Chris. Ze namen een vlucht naar Maui, trouwden in het Oluwalu Plantation House, brachten 2 fantastische weken door naar Hawaii en keerden terug naar hun dagelijks leven in de Verenigde Staten. Het kost hun 2 maanden om het nieuws aan familie en vrienden te vertellen dat ze in het huwelijksbootje waren gestapt. Na 6 jaar huwelijk bracht Aaron het gesprek over adoptie ter sprake dat alles voor hen in gang had gezet. Ze voelde dat ze klaar waren om een gezin uit te breiden en adoptie was nog steeds de enige optie voor haar. Ze deelde de overtuiging van Chris dat ze overvloedige liefde konden geven aan een kind dat anders zou opgroeien zonder iets te weten over vriendelijkheid en zorg. Op een of andere manier voelde het adopteren van een baby als haar lotsbestemming. Toen ze het onderwerp aansneed, lichtte Chris' ogen op. Ik wilde dat we daar weer over konden praten, zei hij, maar ik wachtte op het juiste moment. Die avond nam hij haar mee uit eten. Met kaars op tafel en champagne en een ijshemmer spraken ze over wat ze wilden bij adoptie. Een meisje, zei Chris. Absoluut een meisje. Aaron verdwaalde even in haar eigen gedachten. Toen ze opkeek, had ze een vreemde blik in haar ogen. Ik weet precies waar we de perfecte baby kunnen vinden. Ze rommelde door haar tas en haalde haar mobiele telefoon tevoorschijn. Na een paar tikken vond ze wat ze zocht. Ze hield de telefoon naar hem toe en hij begon het artikel te lezen dat ze had geopend. Het gaat over weesmeisjes in China, Chris zei ze. Ze vertelde hem het verhaal sneller dan hij kon lezen. Aaron legde de gruwelijke omstandigheden uit waaraan deze weeskinderen moesten lijden. Hoe ze volledig verstoken waren van liefde en menselijk contact. Hoe de sterftecijfers voor meisjes in sommige weeshuizen in China bijna 90% waren. Ze hoefden niet te overdrijven. Het stond allemaal in het artikel dat Chris aan het lezen was. En terwijl ze naar hem keek, kon ze zien hoe diep het leed van die babymeisjes hem raakte. Kinderen horen thuis in gezinnen, zei Aaron. Daar worden ze gekoesterd. Ze horen niet thuis in wiegen langs muren. Je hebt gelijk, zei hij, terwijl hij de telefoon aan haar teruggaf. Chris' ogen waren vochtig geworden. We zoeken niet verder. Laten we hier weggaan. Ik wil zo snel mogelijk naar websites gaan kijken. Vanavond nog. Kom op. Precies om 10 uur 's avonds werden de harten van Chris en Aaron tegelijkertijd veroverd door 1 foto. Het was een klein meisje dat het weeshuis Primrose had genoemd. Haar heldere ogen schitterden door het laptopscherm
en ontstaken een liefde in Chris en Aaron die geen grenzen kenden. Ze was meer dan alleen een kind in nood. Ze was het ontbrekende stukje van hun gezin. Het enige waar Aaron het meest van hield aan Chris was de snelheid waarmee hij handelde zodra hij ergens een zin op had gezet. Hij werd eenkennig. Als een gigantische locomotief duwde hij eenvoudig obstakels uit de weg om zijn doelen te bereiken. Dit was tijdens het hele adoptieproces niet anders. In tegenstelling tot andere landen in de regio stond China open voor internationale adoptie van weeskinderen. Maar als communistisch land was er onvermijdelijke bureaucratie. Dit frustreerde Chris het meest aan het proces. Met andere kwesties die zich in hun leven voordeden, kon hij snel een combinatie van dodelijke charme, vlijmscherpe humor, goed doordachte argumenten en duivelse volharding inzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Maar tegenover de Chinese bureaucratie stond hij machteloos. Naarmate de weken verstreken zag Aaron hoe hij zijn hersenen pijnigde, niet gelovend dat er geen plan was dat ze konden bedenken om de zaken te versnellen. Maar dat was er niet. Het was één grote les in geduld. Aaron was alleen thuis toen het bericht binnenkwam dat de adoptie was goedgekeurd. Chris was buiten de stad op een visexpeditie. Ze probeerde wanhopig contact met hem op te nemen, maar tevergeefs. Zijn telefoon ging naar de voicemail. Het was overduidelijk uitgeschakeld. Ze moest wachten tot hij terugkwam om het hem te vertellen. En het zouden de moeilijkste 2 dagen van haar leven worden. Ze besteedde haar tijd aan het regelen van hun Chinese visa, het regelen van vluchten, het boeken van hotels en ervoor te zorgen dat het weeshuis klaar zou zijn voor hun komst. Op de dag dat Chris terugkwam, maakte ze het eten klaar en dekte de tafel compleet met kaarsen en bloemen. Toen ze zeker wist dat alles klaar was, nam ze een bad en wachtte met ingehouden adem. Toen Chris door de deur liep, zei ze meteen: "We gaan naar China, Chris." Zijn ogen vulden zich met tranen. Aaron glimlachte. "Ik kreeg het telefoontje 2 dagen geleden. De tickets zijn geboekt, de visa zijn geregeld, de hotels zijn geboekt en het weeshuis verwacht ons. We vliegen morgenmiddag." 4 dagen later, in Beijing, waren Chris en Aaron geschokt toen Primrose in de armen van Aaron werd gelegd. De baby was ernstig ondervoed, iets wat iedereen kon zien. Maar de hoofdzuster van het weeshuis negeerde dat feit. Ze was anders dan elk kind van haar leeftijd dat ze ooit hadden gezien. Ze reageerde niet en leek onverschillig over hun aanwezigheid. Ze reageerde nauwelijks op aanraking en maakte vrijwel geen oogcontact. De zuster vertelde hen zakelijk dat de baby bijna blind was. Bovendien leek het alsof Primrose niet durfde te accepteren dat de liefde en aandacht die ze kreeg mogelijk zou kunnen aanhouden. Dus was het beter om er gewoon niet in te geloven. Het zou hoe dan ook verdwijnen. Vanaf het moment dat ze met Primrose in hun armen wegreden van het weeshuis, committeerden Chris en Aaron zich in stilte om haar het beste leven te geven dat ooit een kind had kunnen wensen. Terug in de Verenigde Staten was hun eerste stop een kinderarts. Zelfs hij was geschokt door de toestand waarin ze verkeerde. Methodisch voerde hij tests uit, bestudeerde de resultaten en deed nog meer tests. Uiteindelijk was de prognose niet veelbelovend. Primrose had een ontwikkelingsachterstand. Dit kwam simpelweg door een gebrek aan menselijke aandacht. En haar ogen waren een probleem. De testresultaten die de weg voorwaarts zouden aangeven, zouden pas over een paar dagen binnenkomen. Dus stelde hij voor dat ze haar mee naar huis namen en haar overladen met zoveel liefde als mogelijk was. "Als op dit moment op iets gaat reageren, is het constante onwrikbare liefde," zei hij. In de daaropvolgende dagen begonnen Chris en Aaron precies te begrijpen hoe wanhopig het leven van Primrose in het weeshuis was geweest. Ze wist niet hoe ze vast voedsel moest doorslikken. Ze had geen idee wat spelen was. Ze maakte nauwelijks geluid en het concept van warmte en genegenheid was volledig vreemd voor de baby. Maar met diepe liefde en geduld begonnen ze haar te laten zien dat de wereld veel vriendelijker kon zijn dan waar ze aan gewend was. Bij de dokter was het nieuws niet goed. "Ze heeft een zeldzame aandoening die 6P25 deletiesyndroom wordt genoemd," zei de dokter. "Het is een lange naam, maar het betekent eenvoudigweg dat een klein deel van haar DNA ontbreekt." "Wat betekent dat?" vroeg Aaron. "Het zal in de loop van de tijd een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken," zei de dokter. "Maar op dit moment maak ik me zorgen over haar ogen. De aandoening zorgt voor een enorme drukopbouw achter de ogen en het loslaten van haar netvlies maakt elke dag een strijd voor haar." "Zeg je dat ze helemaal niet huilt?" De ouders schudden hun hoofd. De dokter nam Primrose in zijn armen en zei: "Baby's huilen omdat het de enige manier is waarop ze kunnen communiceren. Als ze eenvoudigweg worden genegeerd, stoppen ze uiteindelijk met huilen omdat ze begrijpen dat hun behoeften niet zullen worden vervuld en dat huilen zinloos is." "Heeft ze pijn?" vroeg Chris. De dokter was een paar momenten stil. Toen zei hij: "Ik denk dat dit kind veel meer pijn heeft gekend in haar paar korte maanden dan de meeste mensen in hun hele leven zullen ervaren. Maar helaas is het nog niet voorbij." Het nieuws was veel erger dan het koppel had verwacht. Die heldere vlammende ogen die hun harten eerst hadden veroverd moesten worden verwijderd. Ze was al bijna helemaal blind, dus haar leven zou niet drastisch veranderen.
behalve de pijn die zou verdwijnen. Dit was de meest hartverscheurende beslissing die Chris en Aaron ooit hadden moeten nemen. Maar ze waren vastbesloten te doen wat het beste was voor Primrose. Hun baby had pijn en er was geen kans dat het beter zou worden. Bovendien, zelfs zonder het beetje gezichtsvermogen dat ze nog over had, zou haar licht blijven schijnen en zou ze vreugde blijven brengen aan iedereen die ze ontmoette. Een paar maanden na de operatie begon Primrose met de dag te verbeteren. Ze was eindelijk pijnvrij en ontwikkelde zich tot een levendig klein meisje. Het leek alsof ze begreep dat de liefde die ze kreeg hier was om te blijven. Ze kreeg nieuwe oogimplantaten, beschilderd met delicate irissen en pupillen, die een gevoel van normaliteit aan haar uiterlijk herstelden. Vandaag zitten Aaron en Chris vol hoop voor de toekomst van hun dochter. Ze stellen zich een leven voor waarin ze niet alleen onafhankelijk is, maar gedijt en elk obstakel overwint met dezelfde veerkracht die ze heeft getoond sinds de dag dat ze haar ontmoette. Aaron deelt vandaag een krachtige boodschap met de wereld. Vastberadenheid en angst gaan hand in hand op deze reis. We waren vastbesloten om de moeilijkste dingen te doen, omdat ze er meer toe doen dan de comfortabele dingen. Alle soorten verdriet en geluk zijn verweven in het verhaal van Primrose, net zoals in het leven. Het beste van alles is dat ze haar familie heeft gevonden. Een familie die bergen zou verzetten om haar geluk te verzekeren, zelfs in het licht van hartverscheurende beslissingen. Zou jij in staat zijn om de moeilijke beslissingen te nemen die Chris en Aaron moesten nemen? En zou je ooit overwegen een kind te adopteren uit een land met zulke verschillende overtuigingen? Laat het ons weten in de reacties. We horen graag jullie gedachten. Voor nu zijn we klaar. Tot ziens in de volgende video.